Welkom bij deze video over verbouwen en de 6% BTW. Want het is nu helemaal duidelijk wat de maatregel inhoudt. En aangezien wij er veel vragen over kregen, wat er nou wel onder valt en niet onder valt en hoe het nou precies werkt, krijg je dit bericht. En ook deze video, want het gaat om een notitie die gisteren is gepubliceerd. Gisteren was 28 februari 2013. Voor als je deze video later ziet. En het is nu 1 maart 2013. En ik, nou ja, het is 11 pagina's. Ik zal de link erbij zetten, zodat je hem gewoon zelf kunt downloaden en gewoon helemaal kunt doorlezen. Maar zoals wel vaker is het een notitie van de overheid. Dus nogal uitgebreid en soms een beetje lastig te lezen. Dus we gaan hem even in een paar minuten, ik denk gewoon even de highlights benoemen. En we beginnen maar meteen met welke verbouwingen er wel ondervallen, want het zijn er veel meer dan gedacht eigenlijk. Dus ik ga ze even opnoemen, zeg maar welke verbouwingen bij welke werkzaamheden aan huis. En er zijn een aantal regels om eraan te voldoen. Zo moet je bijvoorbeeld al 2 jaar van het huis gebruik maken. Althans, zo oud moet het huis minimaal zijn. Dus je mag het wel net gekocht hebben, maar het mag niet nieuw zijn. En zo zijn er nog een paar regels, maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst even welke regels of welke verbouwingen vallen er nu onder. Dat is, de opvallende in mijn ogen zijn de keuken, dat die eronder valt. Wel een paar mitsen en maren. De architect, als hij ook helpt bij het begeleiden van de verbouwing. En ook deels losse elementen, althans los, het zit wel aan het huis vast, maar ja, toch een beetje discutabel. Maar die worden dus gewoon, die vallen onder het lage BTW-regime, zoals zonnepanelen. De zonwering, rolluiken en ook heel veel vloeren. Ze stellen wel de eis dat de vloer verlijmd moet zitten. En er zijn een aantal dingen die er niet onder vallen. Dat is bijvoorbeeld de gordijnen, het bestrijden van ongedierte en het bouwen van een nieuwe woning. Maar dus eigenlijk valt er heel veel wel onder, meer dan gedacht. En het gaat zelfs zover dat bijvoorbeeld een garage die nieuw gebouwd wordt, die valt er in sommige gevallen ook onder. En ik zal hem even opnoemen. Het bouwen van garages, schuren en carports en erkers en ook een aanbouw en een serre, dat valt er allemaal onder. Mits die op hetzelfde perceel komt en de functie van het bijgebouw gelijk blijft. Nou vind ik zelf een beetje lastig als je zeg maar een nieuwe garage bouwt op het perceel. Dat de functie gelijk blijft. Volgens mij blijft gewoon het perceel een woonfunctie. En de garage, ja, dat is natuurlijk wel opslag voor jouzelf. En voor de auto. Maar de functie van het perceel en van het bijgebouw blijft denk ik gelijk. Maar dat is een beetje de vraag die ik zelf nog heb. Maar dus gewoon een nieuwe aanbouw en een nieuwe serre. Dat valt er allemaal onder. En er is ook nog veel meer. Dus in ieder geval badkamer, toilet, de keuken is al genoemd, dakterras, veranda, een dakkapel, een serre, nieuwe kozijnen, een warmtepomp, sauna, airco-installaties. Ook zijn airco, dat zit er gewoon bij. Als ze onderdeel uit gaan maken van de woning. Daarmee bedoelen ze eigenlijk dat het onderdeel, dus die airco in dit geval, overgaat bij verkoop naar de nieuwe eigenaar. Dus dat is wel de eis die ze eraan hebben. Maar natuurlijk zit daar wel een deels een grijs gebied in mijn ogen. Nou, dubbel glas zit eronder. Al het werk aan de gevel, dus ik noemde nieuwe kozijnen al. Het voegwerk, het schoonmaken. Nieuwe tegelwerk. Allemaal als het, zeg maar, als het verwijderd wordt in de woning, dat het dan schade aanbrengt. Als dat zo is, dan valt die verbouwing onder de 6% regeling. Nou, allerlei soorten vloeren, gietvloeren, plavuizen, tegels, terrazzo, kunstvloeren, houten vloeren, zoals sommige parketvloeren, als die dus volledig verlijmd worden. En dat geldt ook voor de trap. En ook het verwijderen van asbest valt onder de 6% regeling. Wat ook bijzonder is aan de regel, is dat niet alleen dit geldt voor woningeigenaren, maar ook voor bedrijven die woningen laten verbouwen.
Dus bijvoorbeeld een bejaardenhuis, aanleunwoningen of een woningbouwcorporatie die gewoon de woningen laat verbouwen en ze vallen onder die regels, hè, van 2 jaar en gelijkblijvende functie en zo, dus die ik zojuist al noemde. Dan mogen ook zij daar gewoon gebruik van maken en dat scheelt voor hun dus ook behoorlijk op de kosten van het verbouwen. Nou, dit waren dus de verbouwingen die er allemaal onder vallen. Dus eigenlijk, als je daar heel van afstand naar kijkt, dan kun je zeggen van er valt heel veel onder. En echt dingen die los zitten aan huis, zoals dus de gordijnen en ja, dat is echt een beetje de losse inrichting. Dat valt er niet onder, maar bijvoorbeeld een zonwering en zo'n airco en zonnepanelen, die vallen er gewoon onder. Dus ja, die duurzame verbouwingen, zoals ook het isoleren, dat valt allemaal onder die lagere BTW-regel. Dus die hebben ze best wel ruim geïnterpreteerd. Ja, ik kijk natuurlijk naar beneden omdat hier de notitie is en ik heb, zoals je ziet, de belangrijkste zaken voor je gehighlight. En wat even belangrijk is, is dat de data, want de verbouwing moet gereed zijn voor 1 maart 2014. En dat is een harde regel en dat was ook bij de vorige BTW-maatregel erg belangrijk. Dus daar zullen, nou ja, als die datum dichterbij komt van 1 maart 2014, dan zul je zien dat heel veel mensen toch maatregelen moeten nemen om die verbouwing echt af te krijgen voor die tijd. En dat die facturen ook echt betaald worden. Dus dat is altijd spannend. Dus in die zin slim om snel te beginnen. Nou, de verlaagde BTW geldt alleen op de arbeidskosten. Dat zag je ook al in het bericht staan op verbouwkosten.com. Maar het geldt dus niet op de materialen en het materieel. Maar wel op de arbeidskosten en ook dus deels op de overheadkosten van de verbouwing. Dus de algemene kosten van een aannemer, zoals ze dat vaak noemen. Dat mag op dezelfde manier verrekend worden als de arbeid. Alleen gaat het wel, zeg maar, in verhouding. Dus heb je een verbouwing met bijvoorbeeld 80% arbeid, zoals bijvoorbeeld voegwerk is, dan mag ook 80% van de overhead mag daarover mag die lagere 6% BTW worden betaald. Nou, voor de woning geldt dus dat die 2 jaar oud is. Dus dat is minimaal 2 jaar na het tijdstip van eerst in gebruikname. En daar hebben ze allerlei tabellen voor om in ieder geval terug te kijken of dat zo is. Het is niet zo heel spannend, je mag dus geen nieuw huis bouwen. Dat is in ieder geval uitgesloten. Nou, wat wel mag, mag het vergroten van het huis, het vernieuwen, het herstellen, vervangen en onderhouden. Dus ook die serre en aanbouw, dat mag en zelfs die garage met enkele voorwaarden. Het moet, nou gewoon voor die andere materialen geldt dus dat het deel uit moet gaan maken van de woning. Dus het moet wel vastzitten aan de woning. Nou, degene die bepaalt, zeg maar, welk deel van de opdracht valt onder arbeid. Dat is de aannemer zelf, dus de ondernemer. Dus dat bepaal je niet zelf als je gaat verbouwen, maar het wordt voor jou bepaald. En er is een speciale methode voor, hoe ze dat in het verleden ook hebben gedaan. Dat is de marktwaardemethode. En ik zal ook onder deze video de link zetten, want ik heb er een klein bericht voor gemaakt hoe dat nou precies werkt. Zo kun je zien dat bijvoorbeeld dat voegwerk, dat het heel gunstig is, want er zit relatief heel veel arbeid in. En bij een keuken is dat al veel minder interessant, want ja, een keuken bestaat voor een groot deel uit materialen. En dan maakt het dus ook nog uit, dat is voor een keuken nogal specifiek, of die keuken echt in eigen werkplaats is gemaakt. Ja, dan is echt duidelijk te onderscheiden van, er zit zoveel arbeid in die keuken. Maar bij een standaardkeuken van een grote leverancier is dat waarschijnlijk al wat lastiger. Even kijken wat nog meer belangrijk is. Dus de woonboot en de woonwagen die vallen ook onder deze maatregel. Met een paar voorwaarden. Is dat ze echt zo worden gebruikt. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat het niet zomaar een boot is of een wagen die niet bewoond is. Nou, we hadden al genoemd dat ook woningbouwcorporaties en zorginstellingen met echte woningen gebruik mogen maken van deze maatregel. En ook dus architecten die helpen bij het verbouwen met tekeningen maken en dus ook daarna die verbouwing begeleiden, die mogen van die 6% gebruik maken.
En het geldt dus ook voor hoveniers en tuinen. Dus nogal breed. En dat is door de staatssecretaris Wekers dus bekendgemaakt gisteren in deze notitie. En dat zijn eigenlijk al de belangrijkste zaken. En nogmaals, ik zal in de link onder deze video even uitgebreider opschrijven wat er nou wel en niet onder valt. En wat nou echt de kosten zijn per verbouwing. Want daar hebben we natuurlijk ook berekeningen van gemaakt voor je die je gewoon kunt downloaden. Maar ik zal nog even de laatste details doornemen. Maar klik al gerust naar de rest van die tekst en de downloads voor de kosten. En ik zou het natuurlijk leuk vinden als je deze video liked. Of het bericht liked. Zodat we meer mensen kunnen helpen met de tips voor verbouwen. Nou, even nog over de facturen. Heel vaak wordt er gewoon betaald een deelfactuur aan een aannemer. En dat mag ook gewoon nog steeds. Er zijn een aantal voorwaarden, ik zal ze niet allemaal noemen, maar in ieder geval dat mag nog steeds. Gewoon belangrijk is dat die eerste oplevering, die echte oplevering, plaatsvindt voor 1 maart 2014. Dus dat echt gewoon dat je ook het werk helemaal hebt betaald. Dus dat is echt het hele belangrijke. Om gebruik te maken van de 6% BTW. En dat scheelt dus in sommige gevallen meer dan 10% op de hele verbouwsom. Dus het gaat om veel geld. Nou, dat zijn wel de belangrijkste afspraken. Dus ik zal de link hieronder zetten voor je. Ik zou zeggen, ga er even naartoe. Download die berekeningen. En dan zie jij wat je kunt besparen. Succes! En tot in een volgende video.